Zo, hallo allemaal. We zitten in de 10e week na mijn operatie. En ik ben begonnen vorige week met de e-gym training. Degene die hier trainen weten wat dat is. En dan moet ik je vertellen, normaal gesproken ben ik heel goed gecoördineerd in mijn benen. Maar er viel me nou net iets op tijdens die training. Dat ging helemaal nergens over. En dan kun je zien dat ik voel dat het heel goed gaat met mijn been. En dat gaat het ook echt wel. Maar ik moet dus in die lijnen blijven. En normaal gesproken lukt me dat super makkelijk. Ik heb hem heel licht gezet, zoals je ziet op 10 kilo. Isokinetisch, ik moet de hele tijd dezelfde kracht zetten. En dit is echt bizar. Want het gaat alle kanten op. En dan zie je dat mijn benen, of mijn been, mijn rechterbeen, zeker nog niet goed hersteld is. Met name die terugweg. Nou, de Mount Everest is er niks bij. Het is één kleurenpalet. Het is één belachelijke tekening. En ik krijg hem niet binnen die lijnen. En dat is gewoon heel maf, want ja, dit is voor mij heel slecht. Oh, dat was een goeie. Ik kan hem niet. Ik tril. Ik heb er geen controle over met deze beweging. En dat geeft mij ook het idee van, oh ja, ik ben nog steeds niet helemaal supergoed hersteld. En dat, ik vond het wel grappig om even te delen.